Een van de mahoniebomen in de Nasilaan is vanochtend rond 4 uur omgevallen. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De boom die van binnen verrot was, veroorzaakte wel veel schade aan het elektriciteitsnet van de EBS. Door de werkzaamheden van de EBS en Openbaar Groen was de Nasilaan tussen de Swallenbergstraat en de Fred Derbystraat afgesloten. Als gevolg daarvan ontstond er een enorme file in de binnenstad. De buurt was tot 3 uur vanmiddag verstoken van stroom. Buurtbewoners van de Nasilaan hebben vaker geklaagd dat de bomen voor veel overlast zorgen. De wortels lopen onder de funderingen van de woningen en vallende vruchten hebben al menige autoruit doen barsten. We spraken Marlon Gemerts, die ter hoogte van de omgevallen boom woont. Ik vind dat als er toch niet naar gekeken wordt en ze worden verwaarloosd, dan kan je ze aan de ene kant weghalen om nieuwe te planten. Maar als men toch van plan is om ze te onderhouden, dan moet men wel serieus ernaar kijken en ook serieus in feite het onderhoud doen van die bomen. En waar men zijn ziet dat bomen omgehakt kunnen worden, dat men het wel vroegtijdig gaat moeten doen voordat zo'n boom in feite kan vallen en erger kan voorkomen. Openbaar Groen heeft vanmorgen de omgevallen boom zo snel mogelijk opgeruimd. In tegenstelling tot andere boomsoorten is het hout van de mahonieboom kostbaar. Enkele bomen zijn ouder dan 200 jaar en dat baart John Lekton, onderdirecteur Openbaar Groen, zorgen. Hij ziet liever dat de oude bomen worden verwijderd en dat er nieuwe worden geplant. De andere bomen kregen vandaag direct een snoeibeurt. Mijn advies is eigenlijk, het is gevoelig om al die bomen niet te rooien, maar ze weg te halen. Als u kijkt, we hebben een paar bomen geplant, want we vervangen ze. Ja, okay. En binnen 1 jaar, 2 jaar is dat lekker hoog. Ja. Toch? Dan is hij al 4 à 5 meter. Deze oude bomen moeten eigenlijk weggehaald worden. Maar u weet, het is heel gevoelig, want zijn bomen die ouder zijn dan iedereen die leeft in Suriname. Maar het moet uiteindelijk gaan gebeuren, omdat het ons steeds weer verrast. En waar moet u terecht met uw verzoek, zodat, want het lijkt me een heel goed plan, zodat we toch wel over 100 jaar weer zulke kanjers hebben? Nee, net over 20 jaar hoor. Over 20 jaar hebben we al zulke prachtige bomen. Dus al die bomen kunnen eigenlijk geoost worden en verkocht worden. Of geëxporteerd worden. Dat kan maar niet in de staat. En we hebben heel gauw andere bomen. Binnen 3, 4, 5, 6 jaar. Binnen 20 jaar hebben we al de oostbare bomen. John Lekton, onderdirecteur Openbaar Groen. We spraken hem vanmorgen aan de Nasilaan in verband met een omgevallen mahonieboom.